Dag kijkers, er is er eentje jarig. Nee, niet Bart Mouillard. Nee, niet Anne Cambier. Niet Vincent Messelier. Niet Marcel Dikmans. Maar Stijn Konings. Stijn Konings, vorige week hier nog te gast. Vandaag eren we hem met zijn verjaardag. Als Bart jarig was geweest, was er cava en champagne en caviar en oesters geweest. Waarom ben je niet jarig vandaag? Ik wil er voor een volgende keer voor zorgen. Ja, 21 februari, het is jammer. Ja, Stijn is net vertrokken een week geleden. Maar er is behoefte aan goede filmscenario's, vertelde hij mij nog. Waar wacht je op? Hilde Meijer, gefeliciteerd. Ja, kort stukje, ik weet het wel, maar ik denk dat hij niet te zien is voor de rest in de film. Daarentegen, prominente rol deze week voor Vincent Messelier, Louis de Funès, bonjour. 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 Ben je uit dat kostuum geweest gisteren? Ben je mee gaan slapen misschien? Dag en nacht. Ja. En dan kan ik mee inleven. Ja. Ja. Welke graden heb je nu? Ik ben nu kolonel. Kolonel? Ik heb verder gestudeerd, ja. Ik heb een zwaar examen gedaan en ik ben kolonel. In de nog niet gemaakte gendarmefilms? Voilà, daar zijn we mee bezig. We zijn bezig met een filmscenario. Ja, was Bart verzuimd, doe jij wel? Ja, nee, ja, goed. Ik wist het zelf niet dat Bart ook scenario's schreef. Het zou interessant zijn om toch eens samen te brainstormen. Het zit in de beginfase, maar ik weet waar dat ik ga eindigen. Allee, het zijn twee films in elkaar. Het is een gendarm. Die terugkeert na lang vermist te zijn. Hij is ontvoerd geweest door, door aliens en hij keert terug naar de aarde. Ah, ja. Met verschillende redenen. Hij moet een nieuwe force oprichten, de World Police, de WIPI's. En de WIPI's zijn internationaal, allemaal met specialiteit. Iemand uit China, iemand uit Zweden, iemand uit Rusland, enzovoort, enzovoort. En hij heeft natuurlijk een hangster dat hij moet grijpen, Mr. G, de host. En de host is iemand die specialiseerd is in het hacken. Oh, het is weg. En meer ga ik je vertellen. Nee, ja, we leven in die moderne tijd, maar we moeten ook mee ik met dacht al, tijd. Je hebt misschien nog het scenario gewoon op papier. Nee, en nee, nee, beginnen nee, filmen. Nee, meer ga ik niet vertellen, maar zit we zijn ermee bezig. Ja, ja, zeker weten. Ja. Hier zien we trouwens Vincent Messelier nog eens in actie, want je... Ja, dat was nog geen ik was dat nog gewoon. Nee, maar ja, ik kon er niks aan doen. Zij kon gewoon aan mijn nek doen. Oh ja. Zij deed het. Hè. Ik heb er niks mee te maken. MeToo-gedrag. Want, ik heb hier nog een foto met de lustige nonnetjes. Ja, in elke de Funès-film. Ja, als gendarme kwamen nonnetjes. Voilà. En de tweede van links herken ik als jouw partner. Inderdaad, ja. 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 Inderdaad. Kortom. En de eerste van rechts... Oh, een non die... bij verbeelding slaat op hol. Ja, maar de tweede non is nog herder, want die was in verwachting van mon dieu. We moeten het nog even hebben over Louis de Funès als pianist, want hij was een begenadigd muzikant. Hè? Inderdaad. En dat is ook een van de gelijkenissen van mezelf. Ik ben ook, ik ga niet zeggen pianist, maar ik speel keyboard. Ook amateuristisch weliswaar, ik ken geen noodmuziek, maar ik kan wel hier en daar wat jazznummertjes spelen. Maar je bent in alles autodidact, hè? Als schilder. Ja, eigenlijk wel, ja. Als pannen- en pottenverkoper. Hobbykok, ja, pannen- en potten, ja. Als komiek, ja. Ja, probeer het toch. Ja. Dan zeggen mensen wel eens, er zijn toch echt wel kosten aan die kunst. Ja, zijn wij altijd een beetje creatieve duizendpoot genoemd. Ah, ja, want, ja, hoe zet je dat op je kaartje? Kunstenaar streepje komiek? Nee, die kaartjes hou ik apart. Dus mijn kaartjes van kunstenaar, passionate artist staat erbij. Ja, ja. En dan dingen is het lookalike Louis de Funès. Wacht, dat was de afspraak. Ik kan niet op bij Vincent. We geven een filmpje. We geven een filmpje, nee, we geven een foto van de Funès. Ondertussen als je... Ja, hij heeft een klop gekregen. Voilà. Ja, excuseer, ik heb te veel films. Dank van... Wel. Ik heb nu eenmaal te veel films van Louis de Funès gezien. Hè? Ja, en prachtig. Dan, ja, dirigent in La Grande Vadrouille, wat nog altijd wordt gebrandmerkt als
het meesterwerk hè, van de Funès. Meer nog dan de gendarmefilms. Je kunt blijven kijken naar die film. Ze hebben hem nu onlangs terug op mijn nieuwjaar, denk ik, teruggespeeld. En, ja. Je ziet altijd nog altijd nieuwe dingen dat je vorige keer gemist hebt. Dat, ah, verdorie, dat moet ik ook onthouden, dat moet ik ook onthouden. En ja, dat wordt op een duur een passie die een beetje uit de hand wat lopen is. Hè. Ja, dus, je wilt er meer van kennen. En oké, ik ga niet volledig nabossen. Facelift laten doen om nog meer om te Nee, ik heb mijn ogen al laten doen, blauwe lenzen gestoken. Ah ja, dat vroeg ik mij af. Je hebt ontzettend blauwe ogen. Heeft de Funès dat? Nee, blauwe ogen, maar niet zo blauw als mijn. Maar ze zijn niet echt. Het zijn lenzen. Oh, ik vond het aanmerkelijk. Ja. Maar qua grootte zijn jullie aan elkaar gewaagd. Hij is iets kleiner. Hij is 1,63 meter, ik ben 1,67 meter. Hij is niet echt groot. Dat nee, ik ben niet groot. Ja, nee. Komt je wel goed uit. Ja, voilà, dus dat. Daarom lijk ik meer en meer op. Ik ben ook misschien aan het krimpen. Geen stuk van je benen laten afvragen. Nee, dat gaan we niet doen. Hoe ging dat muziekje nu weer, de Mars van de Gendarmes? La. Nee, daar is een ander. Ja, ik zou toch dat filmscenario in je eentje maken. Dat is niet zo'n goed idee. Dat is een ernstige mens. Maar ja, het moet van beide kanten zijn. Ja, want na deze foto is het wel duidelijk dat je best de man vermijdt na vandaag. Geef mij Vincent, maar ja, ik vind nog altijd prachtig die combinatie zo van twee totaal uiteenlopende werelden. Hè. Ja, dat is ook wel. Ja, en toch blijft het kunst. Hè. Acteren is ook kunst, sowieso. Ik vind het nog altijd te weinig geapprecieerd. Het soort films dat de Funès maakte, dat is verleden tijd. Hè? Dat soort familiecomedies, visuele humor. Het is nood aan terug zo'n films te maken, denk ik. Want als we nu kijken wat dat er allemaal op de markt is... Jij zegt dat, maar we zijn allemaal vijftigers hier. We zijn 30ers, 16, 12. Maar toch, de jeugd kan het ook smaken. Het is echt grensovertreffend en generatie. Omdat er heel veel ritme in zijn films zitten, denk ik. Ja, voilà. Ja. Maar hij is misschien te zenuwachtig voor bepaalde mensen, dat ga ik wel proberen te vermijden. Maar elke komiek, ja, dat is ook wel. Je kan dat niet verlangen. Ik ken echt vrienden die geen krimp laten bij de Funès. Ja, dat is terecht. Jij geniet. Of daar ben je ervoor of ben je er tegen. Hier doe je nog een boervilletje trouwens, hè, op deze foto. Ja, voilà. Echt kosten aan hoor, echt kosten aan. We zouden bijna vergeten dat hij mooie schilderijen maakt en die dringen zelfs door tot op je... smartphone. Je hebt hem meegebracht. Ja, ik wist niet wat gedaan. Ja. Ik had eigenlijk mijn gsm laten liggen, ik was aan het schilderen en was er plots zo een kwak verf op en dat ik gewoon zei, ik ga gewoon voortdoen. Ik heb al Het is echt geschilderd op de werken. Dus ja, waarom niet? Ja? Het zijn mensen die op aanvraag dat kunnen laten doen, dat is nog betaalbaar. Dat voor mij. Er is voor alles een markt, want deze sloeven, deze pantoffels moet je dringend aanschaffen. Ja, ik heb ze gezien, maar ze kosten enorm veel geld. Ja? Ik heb ze gezien in Avignon, had ik ze dat zien liggen. Ik kan je niks meer verbazen. Ja, nee, maar echt schitterend ook. Maar ik vond het was 35 euro of zo. Ik vond dat ik een paar sloeven daar dan toch niet lang mee had. Ja, sloeven met een schilderij van Vincent Messelier, dat betaal ik meer dan 100 euro voor. Ja, voilà. Dus je bent wel clever genoeg, denk ik, om zoiets in de markt te zetten. We kunnen dat zelf doen. Want niet vergeten, lieve mensen, naast komiek is hij vooral een begenadigd kunstenaar. En hij vertegenwoordigt België al een paar jaar. Op naar de 89ste, 100ste trofee. Hè. Ja, wie weet. We doen voort. Zijn weg. We gaan verder blijven competitie. Dank voor je komst en nu mag je het verkeer buiten gaan regelen, want het is spitsuur. Ik ga dat recht doen. Dank je wel.